Kijk, ik ga het gewoon zeggen. Ik ga het gewoon zeggen. Middelbare school is raar. Middelbaar is zo raar. Wees stil als de grote mensen aan het praten zijn. Haal goede punten, maar niet te goede punten, want anders ben je een strever. Heb genoeg vrienden, maar niet te veel vrienden, want anders lijkt het fake. Drink genoeg water, maar niet alleen water, want anders ben je saai. Wees slank, maar niet te slank en heb een goede relatie met je ouders. Bewerk je Instagram-foto's, maar niet te fel, want anders lijkt het fake. 500 likes, voor minder gaan we niet. Toch? Langs deze kant schreeuwt de maatschappij dat we moeten zijn wie dat we zijn. En langs de andere kant schreeuwt dezelfde maatschappij dat als we niet aan een bepaalde set normen voldoen, we eigenlijk niet meer welkom zijn. Elke tiener voelt zich een wandelende paradox op zoek naar een balans tussen hetgeen wat mag en hetgeen wat moet. Met een constant veranderende lichaam wordt ons verwacht binnen de lijnen te wandelen en toch uniek te zijn in wie we zijn en hoe we ons gedragen. Maar wat is uniek als iedereen uniek probeert te zijn? Is uniek dan niet per definitie het nieuwe gewoon? En hoe belangrijk is het om als uniek aanschouwd te worden? En door wie? Door anderen? Of door uzelf? Zijn we echt uniek als we schreeuwen dat iedereen gelijk is? En hoe gelijk zijn we echt als we constant boven het gemiddelde proberen te steken? In een wereld waar woorden zoals rijker, mooier, populairder en andere comparatieven automatisch gelijk staan aan beter, is het echt bijna een kunst om te omarmen wat we allemaal echt zijn. Mens. Levende wezens. Een samenraapsel van cellen, stoffen. Het resultaat van miljoenen jaren revolutie. De uitkomst van twee mensen die elkaar op een bepaald punt in hun leven heel graag hebben gezien. Maar ja, hey, ik vergeet ook soms dat we eigenlijk maar gewoon op een stuk steen ergens in het universum rondzweven. In een maatschappij waar corporate bedrijven profiteren van onze onzekerheden, is het bijna magisch om te beseffen dat je gewoon wel lekker in je vel mocht voelen. Beautymerken weten perfect wat er speelt in onze tijdsgeest. Een platte buik, gespierde armen, een sixpack, een gave huid, gladgeschoren oksels, ronde billen, noem maar op. Beautymerken pompen jaarlijks miljarden euro's uit onze onzekerheden. Ik liet mij er ook aan vangen, heel lang. Maar toen ik 18 werd, ben ik in Brussel gaan studeren en een hele wereld ging voor mij open. Ik zag rondom mij diversiteit. Als tiener worstelde ik al heel fel met mijn uiterlijk, omdat ik niet leek op mijn blonde vriendinnen rondom mij. En hun aanschouwde ik als normaal, als de norm. En die norm, die werd gerepresenteerd in magazines, billboards, reclamespotjes, overal. Een bombardement aan onnatuurlijke schoonheidsidealen waar, laat ons even heel eerlijk zijn, niemand aan kan voldoen. En het gaat vandaag nog verder. Het gaat vandaag nog verder, want ik geloof dat de millennial-generatie nog de laatste generatie was die een tijdperk zonder sociale media heeft gekend. Generatie Z, jullie dus, krijgen bovenop dit alles ook nog eens een enorme druk onder de vorm van getril, gezoom, notificaties, gebiep. Insta-modellen die de laatste skinny tea promoten. Een constante stroom aan informatie van meestal slecht nieuws. Uw crush die niet direct antwoordt op uw berichten en uw oma die rare commentaar plaatst onder uw Facebookfoto's. En de laatste beef op Twitter waar heel de tijd over gepraat wordt. Hoe kunnen tieners in hemelsnaam tiener zijn vandaag? Met apps dankzij Facetune mocht je precies niet meer die awkward fase hebben. Alles moet perfect zijn van zodra dat je uit de baarmoeder van je moeder komt. Hoezo heb je acne? Hoezo heb je geen wispentaille? En hoezo is je garderobe niet picture perfect op je 14? Sociale media, en deze is niks nieuw trouwens, kan je het gevoel geven
dat je niet speciaal bent. Maar hier is het ding. Niemand is speciaal. Niemand is speciaal. Niemand is echt speciaal. Speciaal is een waardeoordeel dat wij als mensen geven aan andere mensen. Uw oma kan kei speciaal zijn voor u. Cool, graaf, maar voor iemand aan de andere kant van de wereld zal zij vrij weinig betekenen. Hoe cool dat je oma ook mag zijn, hè? Speciaal is een waardeoordeel. En toch kunnen mensen u het gevoel van FOMO geven. The fear of missing out. Want zij lijken het luxe leventje te leiden dat eigenlijk niemand van ons heeft. Maar hey, hier is een praktische tip. Ontvolg iedereen die dat je een slecht gevoel geeft over jezelf. Ontvolg iedereen op Instagram en op andere sociale media die je slecht doet voelen over jezelf. You don't need that kind of negativity in your life. Behandel Instagram en andere sociale media als een soort magazine waar dat jij de rubrieken van kiest. We hebben wel min of meer controle over de informatiestroom die dat wij binnenkrijgen. En neem die controle gewoon terug in handen. Ja, maar toch krijg ik het gevoel dat mensen altijd wel naar mij kijken. Hoe dat ik ben, hoe ik mij gedraag, hoe ik mij kleed. Ik heb het gevoel dat mensen naar mij staren en dat er zoveel spotlights op mij gericht staan. Als ik naar school wandel, als ik naar huis ga, als ik ga werken. En dat is een heel logisch gevoel. En dat gevoel is ook perfect verklaarbaar. Want zoiets heet het spotlight-effect. Het spotlight-effect is het gevoel dat je krijgt waarbij je denkt dat mensen je raar vinden, je stom vinden en je constant beoordelen op hoe je bent. Het is perfect verklaarbaar. Mensen hebben namelijk twee ogen gekregen om te kijken, om te staren. Mensen zijn heel visuele wezens. En kijken en staren zijn een van de weinige dingen die mensen kunnen doen zonder te veel te hoeven na te denken. En dat is het hem net. Niet te veel nadenken. En dat verklaart ook meteen dat mensen in 99,999% van alle gevallen niet echt aan het denken zijn dat je raar bent. Mensen zijn constant met zichzelf bezig. Permanent. Heel de tijd. U kunt namelijk niet uw eigenheid of uw bewustzijn zomaar even uitschakelen. Dus als je de volgende keer terug dat bizarre gevoel hebt dat mensen naar je aan het kijken zijn, denk dan maar aan het spotlight-effect. Want in heel veel van de gevallen gaat het gewoon daarover. En daarbij trouwens, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel gewoon een beetje vriendelijker mogen zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Waarom zou je je ongemakkelijk moeten voelen als er iemand naar je staart? Ja, en? Als een vriend of een vriendin van ons onzeker is, zijn wij de eerste om het tegendeel te bewijzen. Zijn wij de eerste om een pep talk te geven. Zijn wij de eerste om het tegendeel te bewijzen en een schouderklop te geven. Waarom kunnen we dat bij onszelf niet? Waarom zijn wij zachter voor onze vrienden dan voor onszelf? Waarom kunnen wij niet onze eigen beste vriend zijn? Mijn psycholoog gaf mij onlangs een opdracht. Ze zei, schrijf 3 dingen op die je leuk vindt aan jezelf, die je mooi vindt aan jezelf. En schrijf daarnaast 3 dingen op die dat je goed hebt gedaan die dag, die goed zijn gegaan die dag. Zoiets heet positieve affirmatie en forceert, pusht je eigenlijk een beetje om actief te gaan nadenken over hoe je dag is gegaan. Soms raakt je moeilijk aan 2 dingen. En op andere dagen gaat je los over 3 dingen. En dat is cool, weet je. Sommige dagen gaan nu eenmaal beter dan andere dagen. Maar nu komt de insteek. De kant van je uiterlijk staat niet gelinkt aan je prestaties en andersom. Hetgeen wat je goed hebt gedaan, staat niet in lijn met hoe je eruit ziet. Want wat is er belangrijker dan bevestiging van andere mensen? Bevestiging van jezelf. Ja, maar Christina, dat is zo makkelijk voor u, want jij hebt al die bevestiging gehad. Jij hebt van je hobby je beroep gemaakt, dus voor u is dat al zo. Voor u is dat simpel. Nee. Nog voordat ik professioneel ben beginnen tekenen, had ik eigenlijk helemaal geen idee wat ik wou doen.
Ik schreef heel vaak, ik tekende al heel mijn leven, maar ik ben nooit echt een uitstekende tekenaar geweest. En weet je, voor mij was dat oké. Voor mij was dat genoeg. Ik schreef heel veel en vooral in dagboeken over de dromen die ik toen had. En ik heb onlangs een schetsboek teruggevonden van toen ik 15, 16 jaar was, jullie leeftijd. En ik was aan het bladeren in mijn schetsboek en ik zag een tekening. Ik had een tekening gemaakt, een poster. Een soort aankondiging. Christina De Witte, signeersessie volgende maand in uw lokale boekhandel. Gedateerd en al. Ik visualiseerde mijn dromen. Alsof ik toen al wist dat ik ooit in mijn leven een boektour ging doen. Maar ik wist dat helemaal niet. Tijdens de lessen was ik al op mijn boeken en op mijn kaft de hele tijd aan het tekenen. En het werd zelfs zo erg dat mijn leerkrachten tegen mij zeiden dat ik een nieuwe map moest gaan kopen, omdat het mij zou afleiden. Ik wist precies, direct, indirect, bewust of onbewust, waar dat mijn passie lag. Waar dat mijn passie lag. En eigenlijk is het zelfs mijn passie nu. Ik vind passie een hol begrip geworden. Want dat omschrijft het, dat omvat het niet helemaal. Dus ik ben op zoek gegaan naar een woord dat dichterbij mijn passie aanleunt dan het woord passie zelf. En ik ben heel lang op zoek gegaan naar een woord en ik ben een woord tegengekomen in het Thais. En in het Thais hebben wij een woord en dat is sapsung. Sapsung is een onvertaalbaar woord, maar uw sapsung is de reden waarvoor je 's nachts niet kunt slapen, omdat je zo opgewonden bent, omdat je zo excited bent. Uw sapsung is de reden waarvoor je opstaat, 's ochtends, omdat je niet kunt wachten om ermee te beginnen. Uw sapsung is een gevoel van geluk. De reden waar je naar uitkijkt na een lange dag op school, na een lange dag op het werk. Uw sapsung is een gevoel, zit in uw buik. Iedereen heeft een sapsung, vroeg of laat. Op sapsung staat geen leeftijd. Integendeel. Jullie generatie, generatie Z, is de actiefste, creatiefste, brutaalste en luidste generatie ooit. Jullie komen op voor hetgeen waarin jullie geloven, hoe groot of hoe klein dan ook. Zo gezegd constant op jullie gsm, zo gezegd niet uit de zetel te slagen, totdat ze massaal op straat komen om te protesteren voor hetgeen waar zij in geloven. Dat is geweldig. Generatie Z, jullie zijn de mensen. Jullie zijn de maatschappij die dat voor de volgende generaties gaat schreeuwen. Dus schreeuw de juiste dingen. Generatie Z, jullie zijn echt speciaal. Jullie zijn echt uniek. En eigenlijk ook maar heel gewoon. Dank je wel.